Zoals jullie hier kunnen zien, zijn we druk bezig geweest om alle bedden opgesteld te krijgen. Het Rode Kruis plaatst vanmiddag bedden in de hal. Het Leger des Heils zorgt voor kleding en maaltijden. De gemeente houdt rekening met 200 vluchtelingen. Dat wil niet zeggen dat we de 200 krijgen. Dat weten we eigenlijk pas als ze uit de bus stappen. We hebben wel te horen gekregen dat die vanmiddag gaat arriveren in vier verschillende etappes. Vier verschillende bussen zullen er komen. En dan gaan we kijken hoeveel mensen we binnenkrijgen. Gisteravond is in Brielen een informatieavond gehouden voor bewoners. Daar kwamen zo'n 100 mensen op af. Een groot aantal omwonenden maakt zich zorgen. Waarom komt al die politie? Waarom de ME om half uur afstand? Waar is het allemaal voor? Niet omdat het allemaal zo gemoedelijk gaat, toch? Ik persoonlijk zou er niet aan moeten denken dat mijn kindjes hier op school zouden zitten. En dat hier dan gewoon de vluchtelingen worden opgevangen. Ik heb ook twee kinderen en ik snap heel goed dat als je omwonende hier bent, dat je ook even twee keer gaat nadenken. Wat betekent dat voor mijn kind en voor alles wat hier gebeurt. Maar ik kan verzekeren dat de beveiliging hier top geregeld is. Ik schat in dat we dat goed beheersbaar kunnen houden. Toch is niet iedereen negatief. Ruim 65 Brielenaren hebben zich de afgelopen uren aangemeld als vrijwilliger. Ja, menselijke plicht om dat te doen. En is gewoon van dichtbij mee te maken wat deze mensen meemaken. We zoeken op dit moment nog vooral mensen die ons in de nacht willen ondersteunen. Voor de dagen zoeken we ook nog vrijwilligers, maar met name de nachten is het best moeilijk om mensen te vinden. De activiteiten in de Dukdalf die voor komend weekend stonden gepland zijn afgelast. Maandag gaat de sporthal weer open.